Hoewel de bezoekers hier en daar wel voor verrassingen kwamen te staan, bood de 40ste RAI tentoonstelling voor bedrijfsauto's in Amsterdam over het geheel genomen toch weinig revolutionaire nieuwigheden. Belangwekkend is intussen wel de ontwikkeling van de luchtvering, het systeem waarbij de vering zich aanpast aan de belasting van de auto. Uit Zweden kwam deze truck met een voordeur die het de chauffeurs en technici mogelijk maakt op gemakkelijke wijze het inwendige van de motor te inspecteren. Als de kinderen niet naar de tandarts komen, komt de tandarts naar de kinderen. Onder dit motto werd voor de Helmondse schooltandverzorging een speciale auto gebouwd. Ook nu weer bood de expositie een indrukwekkend vertoon van paardenkrachten. Nieuw voor Nederland was het mechanische paard, een driewielig vrachtwagentje uit Engeland met een automatische koppeling tussen trekker en oplegger. Steeds groter wordt de vraag naar kleine busjes die aan 10 tot 25 personen een geriefelijke zitplaats bieden. Meer reizigers kunnen in deze verdiepingbus plaatsnemen. Dankzij een ingenieuze inrichting waarbij men schuin boven elkaar zit, kunnen 74 mensen zittend vervoerd worden. Meer dan 1,5 miljoen passagiers maken dagelijks gebruik van de autobus. Het vervoermiddel dat dan ook niet ten onrechte een ruime plaats innam op deze laatste bedrijfsauto-expositie in het oude RAI-gebouw.